see. I love you, don't dance. Don't dance like a machine. Don't dance like a machine. I love you, don't dance. I love you, don't dance. Don't dance like a machine. Volgens mij, ja. Volgens mij moet ik niet hier zijn. Goedemiddag. Met Baron Hodi, goedemiddag allemaal. Maar tante M. En jullie weten, wanneer tante M ergens is, heeft ze een gast. Dat weten jullie toch? Of niet? Ja. Hé. Zijn jullie nog niet uitgeslapen? Wel uitgeslapen. En die gast, die ik straks ook uitnodig heb, die weet het ook niet. Dat is dus het mooie ervan. En ik weet ook niet of het een hij of een zij is. Dat ga ik zo meteen bepalen. Maar ik zie op die flyer, want ik heb die uitnodiging gehad. Ik denk, kom, tante Mien, ga maar gezellig daar naartoe hoor. Naar die Sinding Lanang en Sinding Waton. Dus hier ben ik. Maar dan klopt die pokoe niet. Ik moet een DJ. Hoe kan dat nou? Dat was Surinaams. Ik wil een beetje Javaans. Een beetje cha-cha. Is deze goed? Uruka Katoa. Als jullie de woorden kennen, mogen jullie ook meezingen. En met de muziek op de achtergrond nodig ik natuurlijk mijn gast uit. En mijn gast voor vandaag, volledige middag, is niemand minder dan Bert van Alphen, de wethouder. U bent mijn gast aan tafel. Kijk, tante M heeft een speciale stoel voor u uit Suriname laten halen hoor. Neemt u plaats. Maar hoe vinden jullie me eigenlijk met die kotomissie? Hè? En dit dan? Wie weet hoe dit heet? Wat ik hier op mijn hoofd heb. Anissa. En de betekenis dat van deze Anissa? Ja, dit is Surinaamse kleuren. Deze Anissa wat ik op mijn hoofd heb vandaag, hè, heeft een betekenis. En dat wil zeggen dat ik vandaag twee mannen heb. Twee mannen heb ik vandaag. Oh kijk, die ene man wordt al jaloers, want hij wordt niet bijgerekend. Maar goed, wij gaan gauw beginnen. Een hartelijk applaus voor Bert van Alphen. Ik moet wel even mijn brilletje opzetten, want anders kan ik ook niks zien. Ik mag toch wel Bert zeggen? Ja, graag. Ja? Welkom Bert. Hoe is het met jou? Ja goed, ik schrok even, want ik dacht dat u met me wilde dansen. Oh, dat gaan we zo meteen nog doen. Ja, ik heb... Mag wel. Kom drie mannen dan, in plaats van twee. We gaan heel vlot beginnen. En zoals altijd, wie is je vader en wie is je moeder Bert? Mijn vader heet ook Bert. Heet ook Bert? Ja. Hoe kan dat dan? Ja, dat weet ik niet. Ben jij Bert junior? Nee, mijn vader is Bert senior, of was Bert senior, hij is overleden. Oh. Maar hij, wij noemden hem thuis Bert, Bert senior. En het gelukkige toeval. Nou, het toeval was dat mijn zus getrouwd is met een meneer die ook Bert heet. Ja. Alleen maar Bertjes zitten in de familie, horen jullie dat? Dus het was Bert senior, het was Bert, dat was dan mijn zwager, en ik was Bertje.
Bertje. Ja. En ben je nog steeds Bertje nu dan? Voor intiming wel, ja. Oké, jullie hebben het gehoord dan? Dus niet voor ons. Geldt niet, wij mogen niet Bertje zeggen. Mag niet. Alles mag. Bijna alles mag. Nou, ik heb al een en ander gelezen over jou, Bert. Je komt uit 1954, nou? Ja. Mogen we ook weten wanneer van 1954? Want misschien kunnen ze een cadeautje voor je brengen, toch? Altijd. April. 10 april. April. Ja. Volgend jaar 10 april gaan we naar hem, hè? Dan is hij jarig. Gaan we koekjes eten. Maar we willen Sran aan Boyo hebben. Dat krijgt u dan. Dan krijgen we ook weer. Oké, we gaan Boyo eten bij hem. Op kantoor. Bert. Je hebt een achtergrond onderwijs. Maar je bent nu wethouder. Hoe kan dat nou? Het is me niet gelukt, hoor. Nou ja, ik heb 27 jaar in het onderwijs gezeten. Dan was ik van plan daar tot mijn 65 of 66 in te blijven. Alleen ja, toen kwam die politiek er tussendoor. En toen werd zomaar komt politiek zo. Ineens op een ochtend werd er aan de deur gebeld en gezegd van meester Bert, wil je in het stadhuis plaatsnemen? Hé, maar waarom komen ze niet bij mij? Ze kunnen bij mij toch ook bellen? Zo aanbellen, tientong of tring tring. Hermien, staat open voor je kantoortje. Ja, dat had ook gekund, maar ik heb me ook bekend gemaakt op het stadhuis. Oh. Dat zegt, als jullie iemand zoeken voor die functie, dan kun je bij mij altijd aanbellen. Ik kom ook aanbevolen voor volgend jaar. Nou, je hebt inderdaad 1975 en 1978, daar heb je dus die pedagogische academie gedaan. Die basisschool, hoe heette die? Toen ik er kwam te werken, heette die Van Oostadenschool. Na 2 jaar is dat een zelfstandige school geworden met de Stortebeker. En dat is in Schilderswijk? Stortebekerstraat in Schilderswijk. Schilderswijk. Ja. En ben je ook geboren in Den Haag? Nee, ik ben in Amsterdam geboren. In Amsterdam? Ja. Maar je woont nu in Den Haag, hoe kan dat? Mijn papa en mama zijn wel echte Hagenaars. Oh. Echt Hagenezen. Ja. Maar mijn vader kreeg op een gegeven moment werk in Amsterdam. En zijn daar toen naartoe verhuisd. Daar ben ik geboren. Ja. En toen ze nog centjes verdiend hadden, zijn ze weer flux teruggegaan. En toen was ik 8 en toen zijn we weer teruggegaan naar Den Haag. En vanaf die tijd? Woon ik in Den Haag. Mooi. Maar we mogen niet weten waar hij woont. Ja. Anders gaan jullie allemaal daar naartoe. ik heb nog iets anders, Albert. Want je hebt ook een nevenfuncties. Mogen we weten. Het is altijd een beetje moeilijk, toch? Ik heb nevenfuncties, ja. Noem één van ze. Want ik weet dat je een paar hebt. Maar één van ze wil ik weten. Deel even met die mensen dan. Mijn officiële nevenfunctie wil je weten. Oh, maakt niet uit. Als het maar een nevenfunctie is. Hé, die man is knap hoor. Hij wil me zo met die bochten. Wil hij niet antwoorden. Ik weet niet waar je naartoe wil. Ik heb nevenfuncties. Ja. Eén van je nevenfuncties. Ik adviseer Stichting Faros. Ja, het is een hele formele. Ja? Stichting Faros houdt zich bezig met medische problemen, psychische problemen van vluchtelingen of voormalige vluchtelingen. Hé, dan moeten jullie applaudisseren, want dat vind ik goed. Dat is het niet.